Kijk eens, welkom bij het tweede gedeelte van In Gesprek Met. Ik had het al aangekondigd dat we in het tweede gedeelte gaan praten met de bestuursleden van het nieuwe bestuur van Thalia. Dus heb ik nu te gast de voorzitter, en dat is de heer Humphrey Berggraaf, en de eerste commissaris, dat is de heer Anthony Wong. Welkom. Dank u. Maar meneer Berggraaf, we kenden u van recycling. Ja, nee, klopt. Dat gaat door. Okay, dat gaat door in een andere vorm. Maar dat gaat prima. Ja? We hebben er nu voor gekozen om dus wel nog te blijven ophalen bij bedrijven. En dan gaat het naar Amreco. En die recycelt en die zorgt ervoor. Dus wij doen op zich niet meer het productieproces. Mm-hmm. Dat doet Amreco voor ons. Maar we gaan gewoon door. Maar heeft het echt erin geresulteerd dat we minder petflessen zien, vooral in de goten? Ja. Er is nog een heleboel, want dat is een kwestie van opvoeden. Dat hebben we altijd gezegd. Het is een kwestie van opvoeding. Maar je ziet dat er redelijk veel wordt opgehaald. Het kan natuurlijk altijd beter. En dat hebben we toen ook aangegeven, van als je in het binnenland de petflessen hebt, moet je ze naar de stad krijgen. En op zich weegt een petfles niets, toch? Dus het is altijd passen en meten. Maar we zijn goed bezig, nog steeds. Okay. En meneer Wong, u bent ken ik van in een andere hoedanigheid. Ja, Algemene Aannemersvereniging, voorzitter. Dacht ik ook. Ja. Hoe gaat het met die aannemers? Wel, op dit moment, het is een beetje slapjes. Oh, mensen bouwen niet. Ja, het geld is een beetje verontwaardigd. Oh. Dus, het is ietsje duurder geworden te bouwen. No? Dus dat hoe doen de aannemers? Klusjes. Klusjes, meer verbouwing en dat soort dingen. Ja, nee hoor, maar er zijn niet veel grote projecten. Er zijn niet veel, oké. Nou, en nu zijn deze twee heren die we anders kennen, nu het nieuw bestuur van Thalia. Hoe is dat toegegaan? Nou, op een gegeven moment heb je een oud bestuur, dat zat er al een tijdje. En ja, was het dus tijd voor een nieuw bestuur, om het even zo te zeggen, kort door de bocht. We hebben bestuursverkiezingen gehouden. Ik heb een bestuur samengesmeed. En Anthony is onze eerste commissaris daar ondergoot. Ja. Hij zei net, het is de voorzitter van de aannemersvereniging, dus we hebben zoiets van. Toch, we gaan de juiste mensen op de juiste plek. Om een stukje cultuur te behouden in Suriname. Ja. Een beetje, Thalia is een beetje stoffig. Ik bedoel het niet oneerbiedig. Ja. Maar we willen het, het moet zijn cachet behouden. Mm-hmm. Maar wel in een andere vorm. Okay. Dus daar gaan we ons hard voor maken. Okay. Maar was er een competitie? Was er nog een ander bestuur? Of is nee. Bij acclamatie? Ja. Zo zijn wij gekozen. En de leden die dragen ons. Dus vandaar dat wij gezegd hebben, we gaan er ook voor. Oké. Nou, geweldig. Dat wil zeggen, dit nieuw bestuur zit vol plannen. Ja, wat zal uw zonder eerste, meer. Wat zal uw eerste prioriteit zijn? Nou, onze eerste prioriteit is, u heeft het net gezien, mevrouw Heliante Redan was hier. Zij is ook lid van Thalia en ze heeft ons benaderd voor een co-productie. Mm. Om dat samen met haar te doen. We hebben gezegd ja. Straks moeten ze wellicht ook naar Guadeloupe gaan, dus gaat Thalia ook mee als te zijnde. Thalia gaat internationaal. Okay. Dus het is een van de eerste projecten. We hebben ook gezegd, er moeten meer co-producties komen. En ook eigen producties, dat is van belang. Omdat er genoeg potentie is in Suriname en we moeten ons potentieel benutten. En we moeten de kinderen, net het meisje heeft heel mooi gezongen, het is niet alleen zingen of dansen, maar het is ook een stukje professionele begeleiding. Ja. Zodat mensen er ook echt een goede boterham aan kunnen gaan verdienen. Ja. Toch? Dus een ander speerpunt is dat we zeggen, we gaan een toneelschool opzetten. Ja. En daar heb ik net voor deze uitzending met Heliante over gesproken bij jullie op kantoor. Zij gaat dat wellicht trekken voor ons. We willen gewoon potentie benutten. En we willen kinderen een kans geven die dat normaliter niet krijgen. Geweldig. Het andere gedeelte, dan kijk ik onze commissaris aan. Want dat betreft preventief onderhoud en achterstallig onderhoud. En dat is het volgende speerpunt. Maar daar kan Anthony iets meer over vertellen. Want Thalia was een paar maanden gesloten vanwege dus die grote renovatie. Is dat helemaal afgerond? Het is, contact is het helemaal afgerond, maar er is nog heel veel dat gedaan moet worden. Kijk, het gebouw staat er 180 jaar of zoiets. Ja, 182. En het moet een facelift krijgen.
niet structureel, maar laten we zeggen ethisch. En het moet er van buiten weer mooi uitzien. Aantrekkelijk. Aantrekkelijk. Ja. Flair moet terugkomen. Ja. Dus als je eigenlijk bijvoorbeeld. Je zou het eigenlijk moeten zeggen, als je naar Italië komt, kom je met je limousine en je staat uit, een speciaal ding daar. Of je komt met je auto, je hebt je valley park. Kijk, maar het moet gewoon iets moois er worden. Okay. Italië moet s'avonds, als je langs rijdt, moet je zien, het is Italië. Ah, en de binnenplaats moet opgeknapt worden. Mm-hmm. De hele aircondition, Elektra is er een groot deel gedaan. We hadden wel eerlijk gezegd een probleempje, het is opgelost. Wat voor probleem was het? Elektra met een kabelbreuk, een onvoorziene kabelbreuk. En de balletzaal heeft al een nieuw dak. Maar er moet nog heel veel meer gebeuren. En wat we willen doen, en het kost natuurlijk heel veel geld. Mm-hmm. En natuurlijk, je zoekt hulp. Dus ik ga meteen een beroep hier doen op mijn collega's, tuurlijk. Aannemers, architecten en ingenieursbureau. Als ze een steentje willen bijdragen, ik bedoel, we kunnen alle adviezen gebruiken. En we moeten Italië weer op het werelderfgoedlijst krijgen. Klopt. En dat wilde ik dat vragen. Italië is niet op die... Nee, Italië is momenteel niet op de lijst. Nee. Oh. Dus er zijn in het verleden, heb ik me laten vertellen, wat aanpassingen gepleegd. En dat strookte weer niet met de regels. Ja. Dus heeft men gezegd, Talia is af van de lijst. Wij willen Talia weer op de lijst hebben. Ook omdat het is een monumentaal pand. Al staat het niet op de lijst, het is een monument. Ja. Het staat ergens voor, 182 jaar. Het ademt cultuur uit, het ademt heel veel uit. Iedereen, ieder kind kent Talia, heeft er ook wel eens gedanst. Of heeft een voorstelling bezocht. Dus het is echt iets van Suriname dat we met z'n allen moeten koesteren en behouden. Ja, ja. Maar het is een houten pand, het is van hout. Mm. Nou, daar gaat gigantisch veel onderhoud in zitten. Dus vandaar dat we ook op een gegeven moment bij de bestuurssamenstelling nogmaals hebben gekeken. Ja. Oké, the right man on the right job. Mm-hmm. En zodat we, want daar gaat het meeste geld naartoe. Dat want is onderhoud. Het interim bestuur onder leiding van Ivan Tayabin heeft wat voorwerk gedaan? Nou, Ivan was de interim directeur, dus er was gewoon een bestuur. Hij was, of is nog steeds, de interim directeur. Okay. Hij is nu uitlandig, maar komt straks terug. Dus we zijn ook aan het kijken om daar, als je het echt goed wil doen, zou je een artistiek directeur moeten hebben en een operationeel directeur. Mm-hmm. Nou, nu kunnen we dat financieel nog niet dragen. Dus zeggen we gaan beginnen met een algemeen directeur, maar dan niet interim, gewoon vast in dienst bij Talia. Ja. En naarmate we de eigen producties gaan doen en werken aan de cashflow, versterking van onze cashflow, kunnen we op een gegeven moment zeggen, oké, dan gaan we het uit elkaar trekken, dat je echt een artistiek directeur krijgt en een operationeel directeur. Want zijn totaal verschillende dingen, met name als we eigen producties gaan doen. Ja. Toch, we willen ook af van het imago dat Talia een beetje heeft. Het is een verhuurbedrijf, je komt, je huurt je zaal, je doet je ding. Het is een toneelgenootschap. Ja. Dus dat genootschap, dat willen we nieuw leven inblazen. Vandaar dat we onder de leden kijken van welke commissie zou je plaats willen nemen. Volk aan je Talia. En het is niet het bestuur. Toch? Wij denken wij zetten de lijnen uit, toch? De beleidslijnen, maar het zijn de commissies die het gaan moeten doen. Oké, wie zijn de andere bestuursleden? We hebben als secretaris de heer Jeet Munezer. We hebben als penningmeester mevrouw Sherita Gayadar Sombaru. Heel goed, een vrouw. Dat is een hele goeie. En we hebben als tweede commissaris de heer Clifton Snow. Dus één vrouw maar. Eén vrouw maar en zij gaat over het geld. Ja, maar balans. Zoveel mannen. Je probeert met balans, maar ook de vrouwen moeten zich soms ook aanbieden om... Die mannen moeten die vrouwen vragen. Ja, we hebben heel veel vrouwen gevraagd. En ze hebben gezegd, nog niet, ik kijk het even aan. Dus we roeien met de riemen die we hebben. We moesten komen tot een bestuur. Maar het bestuur kan altijd uitgebreid worden. Er kunnen nog twee of vier man bij. Dan krijg je een vicevoorzitter, noem maar op. Dus een tweede, derde commissaris, you name it. Dus
Maar dat kan gewoon in elk moment, zou het bestuur kunnen uitbreiden. Vrouwen, dus laten jullie me niet in de steek. Als jullie gevraagd worden, zeg ja. Hè? Ze mogen zich ook spontaan aanmelden. Moet ik op mijn knieën gaan en zeggen. Ze mogen zich ook spontaan aanmelden. Ja. Ja. Maar die toneelschool waarover u het heeft, kunt u wat meer daarover vertellen? Voor wie? Is het mensen die misschien al een beetje talent hebben of... Nou, het zijn ook mensen die denken dat ze het hebben. Soms weet je niet dat je het talent bezit. Dus ja. Wij willen dan op een professionele manier gaan kijken van oké, bezit je inderdaad het talent. En het is niet alleen maar acteren, het is ook dans, het is drama, het is you name it. Ja. Toch? En wij geloven erin dat ieder mens talenten heeft, daar word je mee geboren. Dus we gaan kijken hoe kunnen we dat, natuurlijk als het kind dat ook wil, verder gaan ontwikkelen. Ik denk dat we vanaf 6 jaar beginnen. En dat, maar daar gaat de commissie over, dus ik wil de commissie niet voor de voeten lopen. Maar ik denk dat we starten vanaf 6 jaar en dan kijken we hoeveel mensen zich willen aanmelden. Oké. En in het verleden werd er geklaagd door de toneelgroepen. Natalia vroeg veel geld voor verhuur. Hoe is het daarmee? Nou ja, meneer Wong heeft het net gezegd. Kijkend naar het onderhoud. Het is, laat maar zeggen, Natalia, ja, er is een prijskaartje. U begrijpt ook, het is van hout, onderhoud. Het is fully airconditioned. Dat moet je ook onderhouden, preventief onderhoud. Dus wij gaan naar de prijzen kijken, natuurlijk. We gaan kijken wat we er eventueel aan zouden kunnen doen. Maar het kan ook zo zijn, kijkend naar de situatie in Suriname, dat we onze prijzen ook moeten aanpassen. Mm-hmm. Want wat wel zo is, is dat onze prijzen 10 jaar niet zijn aangepast. Mm-hmm. Ja. Okay. Dus ze zijn gebaseerd op de US dollars. Dus het was 10 jaar geleden ook 350. Ik zeg maar voor een dagdeel, maandag tot en met donderdag. En dat zijn ze nog steeds. Mm. Alleen, zeg ik wel, als we besluiten de prijzen te verhogen, dan moet er meer service geboden worden. Dus dan moeten we iets extra's doen. Ja. Ik zou het niet ver vinden dat mensen... onze klanten, om ze even zo te noemen, meer moeten betalen, maar hetzelfde of minder krijgen. Ja. Dus wij kijken ook naar het serviceconcept, van oké, welk serviceconcept kunnen wij dan aanbieden? Maar dat nemen we zeker mee. En als wat we ook willen in dit kader, is ook een betere samenwerking, ook met het directoraat cultuur. Ja. Een betere samenwerking ook met, ik zeg maar, een CCS en een onstage. Omdat als mensen bij ons willen, maar ze kunnen het geld nog niet ophoesten, dat je zegt van oké, het is misschien je eerste show. Check even bij een onstage die 200 stoelen heeft of een CCS die 300 stoelen heeft voordat je komt naar Natalia. Ja. Toch? Dus die samenwerking, daar gaan we ook achteraan. We gaan volgende week krijgt het directoraat cultuur een brief van Natalia waarin we ons voorstellen, de plannen, kijken kunnen we samenwerken. Maar wat we ook willen is alle ambassades in Suriname aanschrijven dat het stukje cultuur en kunst echt gaat leven. Ja. En ook het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat zij onze ambassadeurs abroad ook kunnen stimuleren. Kodouazan, is er een goede groep qua uitwisseling? Yes. Snapt u? Daar gaan we voor, Astalia. Het is niet alleen wat we de leden ook nog meer willen bieden, is dat zij zich straks ook gewoon kunnen inschrijven, een cursus belichting. Toch, je ziet hier lampen aan, maar dat heeft een bepaald effect. Ja. Toch? Maar dat je zegt van nee, ook onder de leden kunnen we de cursussen gaan organiseren. Toch? Als ze geïnteresseerd, want het is een toneelgenootschap. Ja. Toch? Dus van deze plaats uit wil ik de Surinaamse gemeenschap oproepen. Word lid van Natalia en je wordt lid van een uniek toneelgenootschap. Oké, dus... Hoe wordt men lid? Nou, door het aanvragen van een formulier. En sterker nog, als een reeds bestaand lid je zou voordragen. Dus als je iemand kent die lid is, maar als je denkt, ik kan een bijdrage leveren, dan zou ik zeggen, kom bij de club. Okay. Word lid. Ik ga me inschrijven. Lid. Zonder meer. Dus we gaan met z'n allen ons inschrijven. En dan kunnen we met z'n allen een boost geven aan Dali. Ja. Zonder meer. Zonder maar als u het heeft over mooi of chic of leuk gezicht dat Talia moet krijgen.
Zullen er verbouwingen plaatsvinden? We gaan aanpassingen moeten doen. We gaan de voorkant gaan we moeten verbouwen. Niet structureel aan het gebouw, maar aan wat er buiten is. Zorgen dat het dus aantrekkelijk wordt. Dat je bijvoorbeeld s'avonds dat je ook iets, een gebakje of iets daar kan eten, zodat er wat is. En dat misschien een kunstenaar die daar kan optreden, niet binnen maar buiten, en ook iets kan doen. Ja. Of een muzikant. Okay. Wat wij ook in gedachten hadden, kijk, als bijvoorbeeld een show, dan kan je een beeldende kunstenaar, mag daar een expo buiten houden. Ja. Ja. Of binnen het gebouw een expo houden, zodat je combineert dingen. Ja. Weet je? En dan die ene trekt dan die andere aan. En we gaan het eigenlijk even over de prijs. Als je kijkt wat de energiekosten zijn, ze zijn vrij hoog, want we betalen een commercieel tarief. Mm-hmm. En natuurlijk de airco's draaien, daar wil je comfortabel zitten. Dus en belichting, alles trekt energie. Ja, dus eigenlijk de grote kosten zitten daar in utiliteitskosten. Ja. En voor comfort moet je soms ook een beetje betalen. Moet je een beetje betalen. Dus als ik zo naar u luister, dan hoor ik dat Thalia echt nieuw leven wordt ingeblazen. Ik wil niemand tegen de schenen trappen. Vorig bestuur, iedereen probeert, het klopt. Toch, maar laat me het zo zeggen, we hebben een andere aanpak. Mm. En onze aanpak is, we gaan het doen. En Thalia moet er. Thalia is van ons. Ja. Naf Unu. Ja. Toch? Dus we kunnen niet zitten en niets doen, maar hopen dat het goed gaat met Thalia, want er gaat niets komen. Ja. Dus iedereen die denkt een bijdrage te leveren, we gaan alle energieën kanaliseren, dat mensen op de juiste plek komen en ervoor zorgen dat Thalia gewoon weer gaat leven. We kunnen eens een stukje cultuur-erfgoed, 182 jaar, dat kunnen we niet down the drain laten gaan. Toch allemaal Spaanu komen, Kandra, en ervoor zorgen dat we Thalia die waardige plek geven, want dat verdient ze. Verdient in de maatschappij. Ja. Kijk, Thalia bestaat 182 jaar, het gebouw staat er nog steeds, het gaat nog steeds. Dus dat betekent, de vorige besturen hebben heel veel ook gedaan. Ja. En, maar waar wij naartoe willen gaan kijken, als je kijkt in de buitenland, ga naar de Schouwburg, hoe het eruit ziet. Het moet een beetje, wat meer flair, wat meer cachet krijgen van, je kan ook een geweldige buitenlandse show daar geven. Ja. Omdat je gaat je meer aanpassen naar ook wat de mensen die van buiten komen, die ook dat willen. Maar natuurlijk, ook voor de, laten we zeggen, voor de lokale mensen, moet het ook mooi zijn. Ja. Je doet het niet alleen van hen, maar ook voor de lokale mensen, dat ze ook met plezier komen. Komt er een restaurantje daar of zo? Nou, dus we zijn aan het kijken. Wat, nee, klopt. Nee, dus we zijn aan het kijken van, oké, hoe kunnen we dat het beste aanpakken? Dus Anthony heeft het laatst ook mooi gezegd, hij is bezig met een scan, ook van het gebouw, om te kijken, oké, wat zou eventueel anders kunnen? Ja. En we gaan geen dingen veranderen die goed gaan. We gaan alleen denken van, oké, dit loopt niet zo goed. Hoe kunnen we dit anders doen en anders inrichten? Energiek bestuur, hoor ik zo. Ja, ze bruisen. Jullie bruisen. Nee, het is, ik heb ook een hart voor Thalia. Als je kijkt, Thalia ken ik van kinds af. Ja. Beide van mijn dochters hebben daar opgetreden, hebben gedanst daar. Mijn dochter die ook nu ook al weg is, die had een hele mooie show mekaar gezet, van school uit. Mm-hmm. En dan zie ik en denk van, wauw, wat hebben we toch iets moois hier. Ja. Waarom kunnen we, want als je in het buitenland bent, je gaat naar de Schouwburg of je gaat naar Broadway of je gaat wherever, dan is het ook. Maar natuurlijk, de financiële middelen die zij daar hebben, hebben wij vaak hier niet. Als je kijkt bijvoorbeeld in Europa, er komt geld van de overheid om dat te subsidiëren, dat soort dingen te subsidiëren. Omdat kunst en cultuur, het is part of your cultural heritage. Ja. En dat moet je echt koesteren. Whatever it is, je moet het koesteren. En als je dat niet hebt, dan krijg je dat vervallen raakt. Dus whatever it is, zet het erin, zodat je dat wat je hebt, je kan behouden en kan voortborduren daarop. En dan wordt het iets moois, dan kan het iets heel moois worden. Ja. Maar cultuur subsidieert Thalia niet? Nou, laat me zeggen, nog niet. Mm. En wat er niet is, kan altijd komen. Toch? Maar kijk, het is altijd leuk als je geld nodig hebt, dat je vraagt aan sponsoren.
Maar het is altijd leuker dat je de sponsoren laat zien dat je er ook voor wil werken en er al voor gewerkt hebt. Mm-hmm. En dat is de trend die wij nu gaan voortzetten. Dat is, we gaan zelf doen en dan gaan we vragen. Dus we gaan niet van tevoren vragen, mag ik geld hiervoor? Nee, we gaan werken en daar waar we wat tekort komen, zullen we een beroep doen op de gemeenschap. Maar nogmaals, Talia is niet van het nieuwe bestuur, Talia was niet van het oude bestuur, Talia is niet van de leden, het is van Suriname. Ja. En dat gevoel dat het van ons is en dat we het met z'n allen moeten behouden, dat staat voorop. En iedereen kan een bijdrage leveren. De een zal het in geld doen, de andere zegt nee, ik kom en ik geef gratis een workshop. Whatsoever, het hoeft niet altijd financiën te zijn. Ja. En het kan zijn dat bijvoorbeeld de EBS zegt, u krijgt een korting. Of whatsoever, begrijp je. Het hoeft niet altijd cash te zijn, maar we moeten wel, om spa anu, om ervoor te zorgen dat Talia weer gaat leven. Weet u ongeveer hoeveel leden Talia heeft? Ja, we hebben ongeveer 40 leden. 40 maar. Ja. Nee, inderdaad, maar. Ja, 40 maar, inderdaad. Okay, dat is ook mijn punt. Heel ATV moet komen om zich in te zetten. Ja, zonder meer. Heel telezuur. Iedereen heel moet telezuur komen. Nee, kijk. Het mooie ervan is, net als wat Humphrey zei, eigenlijk wil je het op jezelf doen. Mm. Je wil van niemand afhankelijk zijn. Maar, als je het gaat doen, betekent dat je kaarten, je prijskaart, heel hoog gaat zijn. Ja. Dus dat is de reden eigenlijk waarom sponsors, om eigenlijk ook de kosten te drukken. Ja. Want als we het zelf willen doen, alles zelf willen doen en men gaat ervoor moeten betalen, dan gaat die prijskaart te hoog worden. En dat wil je niet. Dus daarom is het ook dat je subsidie vraagt, of dat je sponsoren vraagt, of dat je grants krijgt, of samenwerking. Dus dat is, het kan ook in een barter, het kan in Natura. Hey, jongens, neem 100 bollen wat je verkoopt. Ja. Maar we willen ook zelf projecten gaan schrijven. Begrijpt u? Dus het is niet alleen dat we wachten, maar dat we ook zeggen, we gaan ook actief de fondsen zoeken en we gaan plannen schrijven om het geld binnen te halen voor Talia. Gaan jullie fundraisen? We gaan ook fundraisen, zonder meer. We zitten dus net aan, we zijn aan het overnemen nu, we zijn aan het kijken wat is de financiële status. En wanneer we dat eenmaal, wanneer we een helder plaatje hebben van dit is het dan het startmoment, dan gaan we dat soort dingen organiseren. Maar dat komt sowieso. We gaan heel veel fundraising activiteiten organiseren. En hoe staat het? Is er een samenwerking met die bestaande toneelgroepen die altijd hun toneelopvoeringen in Talia hebben? Nou, in het verleden was het zo, of tot voor kort, dat er niet echt een samenwerking is. Het is gewoon een klant die zegt, ik wil dan een show. En waar. Nogmaals, dat willen wij. Wij gaan nu proactief gaan we ze benaderen van los van je show, dat is leuk, maar wat kan je nog meer voor Talia betekenen? Toch zou iemand van jullie ook acteerles kunnen geven? Ik noem maar een zijstraat. Of een win-win situatie. Dus dat het niet meer is een klant, maar dat je zegt nee, het is een partner. Daar willen we naartoe gaan. We willen naar partnerships toe gaan. Of een setbouwer of een costumemaker. Ja. Weet je, kijk, costumemakers zijn vooral in de Surinaamse cultuur, we hebben verschillende culturen hebben, is een costume maker, iemand die dat en wil leren, is heel belangrijk. Ja. Want als je bijvoorbeeld een show wil geven, iets over de oudheid of over dat, dan heb je een bepaalde kostuum nodig. Dus dat heb je nodig. Heb je een setbouwer nodig die een mooie set gaat bouwen daar. Dus de samenwerking moet er zijn en we willen eigenlijk iedereen erbij betrekken. Ja. Laten we het behouden, laten we wat er is behouden en eigenlijk verder. Okay. En je streven is om Talia weer op die werelderfgoedlijst te krijgen. Ja. Wanneer denkt u? Wat heeft u voor uzelf uitgetrokken? Het is eergisteren. Ja. Maar kijk, we zijn net aangetreden. Eigenlijk zijn we er 3 weken eigenlijk officieel. Echt? Dus er is zoveel te doen natuurlijk. Kijk, we doen alles pro deo. We hebben onze eigen baan ook. Mm-hmm. Eigen werk. Ja. Dus, het is pas een beetje snel gaan. Ik zit er dichtstbij, dus. Maar ik neem aan, vooraf toch heeft u al voorwerk gedaan. Klopt. Maar nu moeten we echt een röntgenfoto laten maken van het gebouw. Kijk hoor. En alles wat er omheen is, van elektra tot waterleiding, whatever, alles moet helemaal picobello zijn. Want je moet niet hebben dat er s'avonds iets is of. Weet je, dat je zo hebt, iets valt uit, of er is geen water. Dus dat alles willen we gaan aanpakken en zorgen dat de airco's moeten werken. Ze moeten op tijd gesurfen zijn. Ja. Weet je, en je hebt ook veel oudjes die komen naar de show. Dus ook voor de ouderen
mensen, voor die moet je het ook comfortabel maken dat ze makkelijker in kunnen komen als ze met een rolstoel zijn of een rollator. Dus voor iedereen. Want ik weet dat er in der tijd, vroeger, dat spraken ze over zonde bacana dansi bij Italia. Ja. Heeft u daar ook van gehoord? Daar heb ik van gehoord. Ja. Klopt, klopt, klopt. Nou, dus stel voor, hè, volgend jaar 1 juli zo, toch? Klopt. Nee, maar dat willen we terug. Ja. Ja. Ja, dat soort leuke dingen zijn een beetje ondergesneeuwd. Mm-hmm. En dat willen we terug. Iedereen, alle kinderen hebben nu ook een iPad. Nee, kom Natalia, leer dansen. Lekker. Snap je, muziek, dans. Zullen we zorgen dat ze een iPad krijgen en maar die informatie sturen dat ze komen. Nee, nou heren, ik vind het geweldig hoor. Want ik voel die energie en ik hoop... Het gaat niet bij plannen blijven. Nee, niet alleen praten, maar ook doen. Nee, doen, maar daarom zit u al samen met Heliante. Zijn we de 24ste al. Direct gestart. Toch? We zijn direct gestart. Van nee, kom, zit, praat. Talia wil meedoen. Laten we het doen. Dus daar is onze eerste co-productie al. Als nieuw bestuur. En we gaan er iets leuks van proberen te maken. Geweldig. Aan u de eer, u mag nu de samenleving even een beetje een push geven. Nou. Ik denk dat u het al gehoord heeft, dat de mensen het al gehoord hebben, maar Talia is iets van ons. Na unu sani, na unu kulturu, wij moeten ervoor zorgen dat Talia behouden blijft. Als wij dat niet doen, toch, dan gaat Talia verloren. En het is 182 jaar historie wat verloren gaat. We moeten met z'n allen, moeten we het doen. Dus meld u massaal aan, komt u helpen. Het hoeft niet altijd geld te zijn. Maar als u zegt, hey, ik ben daar goed in, wat hebben jullie nodig? Ik kan decor ontwerpen, iemand anders kan het bouwen. Laten we met z'n allen ervoor zorgen dat we Talia, die plek die zij verdient, ik zeg het nog een keer, in onze samenleving, die plek moet Talia weer terugkrijgen. Ja. Wel, ik sluit me aan en ik doe nogmaals een beroep op alle technische mensen in de samenleving, die hier en mijn collega's, en ook de mensen van mag ik een naam hier noemen? Ja. Stefan Fokke. Uh-huh. Om hem ook erbij te bedreigen. Ja, om van te zorgen dat het weer op het Stichting Stadsherstel. Ja. Dus om die mensen ook erbij te betrekken. Zodat, kijk, we willen niet zomaar dingen doen. We willen dingen doen volgens de regels. Zodat het weer in zijn geheel op die lijst kan komen. Ja. Ja. Dus ik roep iedereen op. Ik vraag de Surinaamse gemeenschap. Kom en als er wat is bij Talia, kom kijken. Maakt niet uit wat het is. Kom kijken. Het gaat je goed doen. Een stukje cultuur is altijd fris om op te nemen. Is van ons. Nou, hartstikke gefeliciteerd bedankt. En dank succes. Dank u wel. U ook. Dank u wel. En jullie gaan, eigenlijk jullie hebben geen kracht nodig. Jullie hebben zoveel energie. Integendeel, jullie gaan het, mensen gaan gewoon ook energiek worden. En jullie willen ondersteunen. We zijn nog jong dus. Jong en dynamisch. Heel veel succes. Dank u wel. Kijkers, zo zijn we gekomen aan het eind van dit tweede deel van In Gesprek Met. U voelde het, hè, die energie die uitstraalt van deze heren. En dat is maar een deel van het bestuur. Een soort van talig bestuur, daar denk ik dat iedereen meteen overhevelt en ze ondersteunt. En we zijn blij, want een dame is bij de penningen, dus het komt goed. En zo heeft u het gehoord. 24 november heeft het toneelgenootschap Talia al een samenwerking met de SS Music Art Foundation. Dan hebben we daar op die dag de best of the best show, de best of the best audition show in Talia. En dan wordt Talia weer helemaal op de kaart geplaatst. Verschillende samenwerkingen zijn ze van plan om aan te gaan. En als u zegt, ik heb ook een plan, biedt u het aan. De heren staan er open voor. En wij met z'n allen moeten ervoor zorgen dat Talia inderdaad behouden blijft. En dat het echt een cultureel erfgoed wordt. Het is het, maar het is nog niet, weer niet op de lijst. Dus we zorgen met z'n allen ervoor dat het weer op die lijst komt. In het eerste deel heb ik dus gesproken met Heliante Redan en Sunsuela Bree. Over dus de best of the best audition show die in Talia gehouden wordt. En u heeft het gehoord, verschillende scholieren die een songfestival of zo hebben gewonnen, die gaan meedoen. Het wordt echt een leuke zondag. Dus ik stel voor dat we met z'n allen 24 november daar zijn. En u heeft het gehoord, Talia die gaat straks weer, u gaat veel horen over Talia, blijft u het dus volgen. Heeft u net deze aflevering gemist? De herhaling is vanavond omstreeks 8:15 op kanaal 12.2. Bedankt voor het willen kijken. Tot volgende week. Goeiedag.